Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie vertellen welke boeken ik heb gelezen in de maand juni. Ik heb 6 boeken gelezen in de maand juni en er zaten echt weer hele mooie boeken bij. Dus ik ga gewoon vertellen welke boeken ik heb gelezen. En ik zal natuurlijk kort even wat vertellen over het boek en wat ik zelf van het boek vond. Dus mocht jij benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van de maand juni, zou ik zeggen kijk gezellig even mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is Niets meer. Het is geschreven door Anna Todd. Dit boek is het eerste deel van een spin-off serie. Die is gebaseerd op de serie After. En dit boek gaat over Landon Gibson. En hij heeft een hele overgang, want hij is van een klein stadje naar het bruisende New York verhuisd. Waar hij besluit om te gaan studeren. Hij begint zich er eigenlijk steeds meer thuis te voelen. En hij vindt ook een baantje zodat hij zijn rekeningen kan betalen. Hij geniet van de colleges op zijn universiteit. En heel af en toe loopt hij ook zijn ex-vriendin Dakota tegen het lijf. Hij is eigenlijk voor haar naar New York gegaan, maar zij heeft hem daar gedumpt, want ze wilde van het vrijgezelle leven genieten. Hij woont samen in huis met een vriendin en dat is Tessa. En hun delen dus samen een appartement, wat hartstikke gezellig is, omdat Tessa na de relatiebreuk met Hardin bij hem in het appartement is komen wonen. Nou, ze hebben het eigenlijk hartstikke gezellig en af en toe loopt hij dus Dakota tegen het lijf en zij stoot hem een beetje af en hij trekt haar een beetje aan. Het is een beetje een gecompliceerde relatie. Tessa die heeft een hele goede vriendin die vaak over de vloer komt bij hun en Landon die kan eigenlijk steeds beter met haar opschieten. En hij vindt haar eigenlijk ook wel heel erg leuk, maar hij heeft ook zoiets, nou ik kan daar niks mee want ik heb en nog gevoelens voor Dakota en eigenlijk maakt die vriendin ook al heel snel duidelijk dat zij niks van hem wil weten dan alleen vriendschap. Hij leidt een beetje zijn leven in New York en zijn moeder die die is zwanger, die kan ieder moment bevallen van een kindje, dus dat is ook allemaal spannend. Hij heeft het eigenlijk gewoon in het eerste deel hartstikke leuk in New York. Verder valt er ook niet zo heel veel te vertellen over het eerste deel, want je leert eigenlijk Landon een beetje kennen, wat ook wel heel erg fijn is, omdat hij in de After-serie wel voorkwam, maar niet zo heel uitgebreid. Dus dat was wel heel erg fijn van het eerste deel. Het volgende boek wat ik heb gelezen, dat is dus Niets minder van Anna Todd, of Anna Todd moet ik zeggen. En dan gaat het verhaal eigenlijk verder. Landon heeft eigenlijk altijd alles over voor iedereen en hij wil zijn vriendelijkheid in New York ook niet verliezen. Maar hij realiseert wel dat hij wat meer voor zichzelf moet opkomen omdat anderen een loopje met hem nemen. Dit besef wordt eigenlijk steeds belangrijker omdat hij elke keer weer te maken krijgt met die ex-vriendin Dakota. Het ene moment zoekt zij toenadering en het andere moment stoot ze hem heel erg af. Dat is gewoon een hele lastige situatie. Die vriendin die de naam Nora heeft, die blijft hij ook maar steeds tegenkomen. En uiteindelijk gebeuren er ook wel wat dingen tussen hun, maar Nora die blijft hem steeds afstoten. Hij kan ook eigenlijk haar gedrag niet echt meer bijhouden. En op een gegeven moment komt het ook een beetje tussen een confrontatie met Nora en Dakota. Want Dakota die wil hem eigenlijk terug, maar hij voelt ook wel dingen voor Nora. Dus het is een hele lastige situatie. Alleen Nora die blijkt een dubbel leven te leiden, want ze heeft in feite 2 namen. Ze heeft er eigenlijk een leven naast, dus ze leidt ook nog een dubbel leven. Landon is toch eigenlijk wel heel erg benieuwd wat zij dan elke keer toch gaat doen als zij dan weer met het openbaar vervoer gaat reizen. En gaat hij dan op een gegeven moment een keer achterna, maar zij heeft door dat ze hem achterna zit en hij komt eigenlijk niet dichter bij het geheim. Ze wil het dan ook eigenlijk elke keer niet vertellen en uiteindelijk komt het tot zo'n grote confrontatie dat hij er dus achter komt wat haar grote geheim is. Ik ga het geheim niet onthullen, want ik vind dat je dat zelf moet kunnen ontdekken als je daar benieuwd naar bent. En hij wil dan toch
een weg zien te vinden, zodat ze toch samen kunnen leven. Maar ja, omdat zij met dat geheim zit, is dat wel een beetje lastig. Dus ze hebben wel een hele lastige weg te gaan. Ja, ik vond het een hele mooie reeks. Het waren er ook maar 2 boeken. Ik heb er wel heel erg van genoten. Ik vond het heel erg leuk om Landon ook wat beter te leren kennen. Dus ja, ik vond het zeker een aanrader. Zeker als je de Efteling-serie ook hebt gelezen. Er zijn inmiddels ook films van verschenen. Vind ik dit zeker een aanrader om te lezen. Ik vond het soms wel een beetje moeilijk om een beetje terug te denken. Want de Efteling-serie heb ik best wel lang geleden gelezen. Maar ja, ik vond het wel leuk. Kwam op een gegeven moment wel meer stukjes terug. Dus toen kon ik het wel wat meer op zijn plek zetten. Dus dat was wel heel erg leuk. Het volgende boek wat ik heb gelezen, dat heet Een leegte in mijn hart. En dit is geschreven door E.L. Todd en komt uit de Voor Eeuwig reeks. Dit is boek 12. Arsen die heeft inmiddels zijn dochter ontmoet. En zij heet Abby en daar brengt hij eigenlijk steeds meer tijd mee door. Hij beseft dan ook echt wel wat het ouderschap inhoudt. Hij had eigenlijk gedacht dat Silke de enige persoon was waar hij ooit van had gehouden. Maar hij begrijpt nu dat alles wat hij ooit voor een ander voelde eigenlijk in het niets valt bij de liefde voor zijn dochter Abby. Sleet en Trinity die zijn nog steeds uit elkaar. En ze kunnen ook niet bij elkaar uit de buurt blijven, maar ze kunnen ook geen compromis sluiten om weer terug bij elkaar te komen. En eigenlijk elke keer als ze elkaar zien, loopt de spanning best wel hoog op. Iedereen kan het ook voelen en het is voor de hele kliek heel ongemakkelijk. De toevallige ontmoetingen die veranderen op een gegeven moment in nachten vol met passie. En Sleet wil verder gaan met Trinity en doet er alles aan om zich... En Trinity doet er eigenlijk alles aan om Sleet bij haar weg te houden. Sky en Kason die raken eigenlijk steeds meer vervreemd van elkaar, terwijl ze hun beste vrienden helpen. Want ja, ze vinden het heel erg jammer dat Sleet en Trinity uit elkaar zijn. Sky is de beste vriendin van Trinity. Sleet is de beste vriend van Kason. Dus ja, ze zijn niet zo heel veel bij elkaar en dat is voor hun heel ondraaglijk. Maar ze komen er wel weer bovenop. Conrad die verwerkt inmiddels zijn relatiebreuk, maar hij krijgt ineens onverwachts bezoek en hij weet niet zo heel erg goed wat hij ervan moet denken, want Beatrice, zijn ex, staat voor zijn deur en zij beweert dat ze hem terug wil, maar het heeft Conrad veel te veel pijn gedaan. Hij vindt dat er veel te veel tijd over is heen gegaan voordat Beatrice tot dit besluit is gekomen, dus hij smijt de deur in haar gezicht dan ook dicht. Roland die voelt steeds meer voor Heath, maar hij moet Conrad dus helpen omdat hij het heel erg moeilijk heeft, nog steeds met de relatiebreuk en hij komt er nog niet echt makkelijk bovenop. En dat houdt hun dus eigenlijk een beetje uit elkaar, Roland en Heath, maar Heath heeft hier gelukkig wel begrip voor. Maar het is wel een beetje lastig, want Heath wil ook wel graag dat Conrad uit de kast komt. Of Roland, sorry, uit de kast komt en daar heeft Roland heel veel problemen mee. Die wil het liefst eigenlijk zijn homoseksualiteit voor eeuwig verborgen houden, maar dat gaat natuurlijk niet. Ik ben inmiddels 2 boeken verder, die zul je in de volgende boekreview video langs zien komen. Ik vind het nog steeds hele mooie boeken. Wat ik wel jammer vind is dat ik heel veel spelfouten spot, want er zitten echt wel heel veel spelfouten in. Ik heb ook het idee dat het vanuit België vertaald is, dus je ziet gewoon af en toe wat Belgische woorden langskomen. Nou heb ik daar niet heel veel problemen mee, maar één ding wat me een beetje begint te irriteren is dat één woord steeds terugkomt en dat is het woord counterde. Ik kan op een gegeven moment als ik dat woord weer lees dan... Denk ik, nee hè, niet weer. Maar verder vind ik het een hartstikke mooie boekenreeks. Maar het is jammer dat er veel dezelfde woorden in terugkomen en best wel veel spelfouten in zitten. En dat vind ik wel erg jammer. Het volgende boek wat ik heb gelezen is van Stephanie Vermon. En dit boek heet Verover Me. En dit komt uit de FC Livius. En dit is het 2e boek. Dit boek gaat over Mauro van Veen. Hij is 2e spits bij FC Livius. En... Als Olivier zijn beste vriend en teamgenoot geblesseerd raakt en als een blok valt voor een arts die hem behandelt, vindt Mauro dat absoluut geen goed idee. Tot hij de vriendin van die arts ontmoet en die knappe brunette is eigenlijk alles wat hij zoekt in een vrouw. Maar zij probeert hem op afstand te houden, want
ja, er is wel aantrekkingskracht tussen hun beiden, maar zij wil eigenlijk niet toegeven aan die kracht, zeg maar. De vrouw die hij ontmoet, dat is Zita. En zij doet gewoon niet aan relaties. Ze heeft een hele pijnlijke ervaring gehad met haar laatste scharrel. En ze zit eigenlijk gewoon überhaupt even niet meer op dates te wachten. En ze vindt Mauro gewoon een player en dat wil ze al helemaal niet. Ze vindt hem wel heel aantrekkelijk, maar ze heeft zoiets, het is klaar, ik wil het gewoon niet. Maar ze komt er eigenlijk al vrij snel achter dat Mauro totaal niet opgeeft en hij zal er alles aan doen om haar hart te winnen. En dan komt ze er eigenlijk toch wel achter dat Mauro ook wel een hele lieve jongen is, die eigenlijk niet zo'n player is als dat hij misschien lijkt. Want zo kan het misschien overkomen, maar het is in feite gewoon een hartstikke lieve jongen die heel veel voor haar over heeft. Het is wel een beetje ingewikkeld, want het duurt best wel lang voor ze bij elkaar komen. Maar uiteindelijk komen ze wel bij elkaar, ondanks dat er veel hobbels zijn. Maar ik vond het wel een heel mooi boek. Ik vind het soms een beetje lastig om er doorheen te komen, omdat het heel veel over sport gaat en ik daar dan niet zoveel van af weet. Maar desondanks heb ik wel heel erg genoten van dit boek. Ik vond het wel jammer dat het best wel lang heeft geduurd voordat dit boek uitkwam op het vervolg. Want ik heb het eerste boek al wat langer geleden gelezen en dan moet ik echt weer een beetje teruggaan van hoe zat dat ook weer. En daar heb ik soms een beetje moeite mee, maar ondanks dat vond ik het een heel mooi boek. Het volgende boek is ook van Stephanie van Mol en dit is het boek Vergeef Me. Die komt ook uit die FC Livius serie en dit is boek 3. Dit boek gaat over Yara. Yara Smet, zij is de zus van Sita. Zij loopt op een avond de keeper van FC Livius tegen het lijf, namelijk Louis de Jong. Ze valt eigenlijk meteen voor zijn charme en de twee die beleven een nacht vol passie. En daarna zijn ze eigenlijk weken onafscheidelijk. Het is ook wel heel erg grappig, want Yara is de tweelingzus van Zita. En in eerste instantie denkt Louis dus dat Zita daar staat, maar het is dus Yara. Tot Yara een vervelende ontdekking doet en eigenlijk het contact met Louis direct verbreekt. Ze wil niks meer met deze jongen te maken hebben. Maar eigenlijk duren de maanden voort en Louis kan Yara niet vergeten en hij bedenkt een plan om haar toch terug te winnen. Als een teamgenoot en zijn goede vriend Mauro dus uit het vorige boek een afspraak op de school niet kan nakomen, want Yara is dus docenten, of eigenlijk schooljuf, want ze werkt op de lagere school. Door een noodgeval kan Mauro dus niet naar die afspraak komen en vraagt de coach of Louis zijn plaats in wil nemen. Louis die wil dat natuurlijk heel graag doen, want hij helpt heel graag. En als hij dat klaslokaal binnen loopt, ziet hij ineens Yara staan. En dat had hij niet verwacht. Yara is in eerste instantie heel erg boos op Louis. Van, wat doe jij hier? Ik had Mauro gevraagd. En ze vindt het helemaal niet leuk. Maar het lot brengt hun dan toch op een of andere manier weer samen. En de passie leidt ook wel weer op tussen hun twee. De grote vraag is alleen of ze hun obstakels kunnen overwinden. Of dat de kloof te groot is tussen hun door wat er is gebeurd. Ik spoiler niet te veel in deze video's. Dus de grote geheimen die laat ik lekker in het midden. Omdat ik het omdat het anders niet meer aanlokkelijk zal zijn voor jullie om een boek te lezen. Maar ik vond dit boek ook wel weer heel erg mooi. Ik vond het ook leuk dat de andere personages van de eerdere boeken daarin terugkomen. Bij dit boek had ik dan minder moeite omdat ik het vorige boek niet zo lang geleden had gelezen. Dus ik kon er weer goed in komen. Dus dat vond ik zelf wel heel erg fijn aan dit boek. Het laatste boek wat ik heb gelezen is een boek van Lizzie van der Ham. En dit boek heet De Stagiair. Dit boek speelt zich vooraf op het Thorbecke College en daar heb ik al meerdere boeken van gelezen. Dit boek gaat over Isa van Doornbos. Zij geeft Frans op het Thorbecke College en ze krijgt van de directeur het verzoek om een aantal maanden een stagiair te begeleiden. Ze doet dit wel, maar ze doet het wel met frisse tegenzin, want ze heeft er eigenlijk niet heel veel zin in. Ze houdt heel erg van een strakke planning en van haar eigen schema en een stagiair zal de hele boel door de war gooien. Ze vindt het dan ook heel erg lastig. De stagiair, dat is Tristan de Roy, die loopt de school binnen en haar tegenzin die groeit eigenlijk nog meer, want deze stagiair die lijkt heel erg op haar ex-vriendje. Hij is veel te nonchalant,
naar haar zin. Hij lijkt dus heel erg op haar ex. En haar ex was een vreemdganger en een vlierenfluiter. Isa kan de stagiair, die eigenlijk ook veel te jong voor haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Want ze voelt wel een bepaalde connectie en ze heeft ook het idee dat hij ook wel wat pogingen doet waar zij eigenlijk niet op ingaat. Maar als ze zou toegeven aan deze gevoelens, zou ze haar baan en de reputatie op het spel zetten. En dat wil ze absoluut niet. Het is dan ook de vraag of Isa en Tristan elkaar kunnen vinden, ondanks het feit dat hun liefde verboden is. Nou, dit heeft best wel wat voeten in de aarde. Dat gaat niet heel erg makkelijk. Want ze weet inmiddels wel dat op het Thorbecke College niks meer gewoon is. Omdat heel veel de relaties daar op die school zo zijn begonnen. Maar het is ook de vraag, durft zij weer een relatie aan te gaan op iemand, met iemand die zo op haar ex lijkt, waarvan zij bang is dat hij ook weer haar zal bedriegen. Uiteindelijk loopt die relatie ook op een gegeven moment even niet meer zo lekker. En moet Isa er toch alles aan doen om het toch weer een beetje goed te laten lopen. En dat vindt ze best wel lastig, ook omdat ze hem moet observeren. En omdat ze hem toch leuker dan leuk vindt, besluit ze hem uiteindelijk zijn stage te laten afmaken bij een collega. En dan is de vraag, kunnen ze een leuke relatie opbouwen of niet? En die laat ik in het midden, want als je daar benieuwd naar bent, zou je dat zelf moeten lezen. Want anders dan zou ik het hele boek verklappen. Maar ik vond het wel weer een heel erg leuk boek. Vind ik ook leuk dat er heel veel personages weer in terugkomen die ik dus al uit eerdere boeken ken. Dus dat vind ik zelf altijd heel erg leuk. Dan waren dit alweer alle boeken die ik heb gelezen in de maand juni. Ik vond het stuk voor stuk weer hele mooie boeken. Ik heb ervan genoten. Ik ben er ook altijd best wel snel doorheen. Want ik ben best wel een snelle lezer. En ik lees ook best wel veel op één avond. Maar ik kan er altijd wel heel erg van genieten. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of jouw interesse in een van deze boeken is gewekt na het zien van deze video. Of dat je denkt van, ik heb dit boek zelf al gelezen en ik denk er anders over. Of ik denk hetzelfde erover. Zou ik wel heel leuk vinden om te horen in de comments. Misschien ben je zelf ook helemaal geen lezer. Of is dit helemaal niet het genre waar je van houdt. Dat kan natuurlijk. Dat is voor iedereen heel persoonlijk. Maar ik vond het in ieder geval weer heel erg leuk om mijn gelezen boeken met jullie te kunnen delen. Ik wil je voor nu dan ook gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje met mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf staat dus een rode button. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding. Als er een nieuwe video van mij online staat. En dan ben je als eerste op de hoogte. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Dan ga ik je nogmaals bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!